koning van het fruit. Durian is een oeroud fruit. Samen met banaan, niet de Cavendish die we hier kennen natuurlijk, maar een meer zoetere banaan, smakelijker banaan, zoals de vierkant banaan of cuadrado in het Spaans. En de jackfruit en de mango, maar ook niet de hedendaagse types die we hier hebben. Er zijn vier oeroude fruitsoorten. De koning van het fruit is rijk aan voedingsstoffen, een bom aan voedingsstoffen eigenlijk. Alhoewel moet het vers zijn, indien voedsel bevroren is. Het voedsel heeft cellen dat water bevat. Door de vorst, door het vriezen, barsten deze cellen open. En dan verliest u de voedingsstoffen. Dus niks beter dan vers, maar vers is heel moeilijk te krijgen, tenzij u in Thailand bent of Indonesië of Zuid-Costa Rica. De durian is de voeding van de orang-outan apen. Zij kunnen hun baby's niet in leven houden zonder de voedingsstoffen uit durian. Dus het voortbestaan van de orang-outan hangt af van de durianbomen. Als de mens verder blijft palmolie gebruiken, dan rukt de palmolie-industrie verder op en vernietigt de durianbomen van de orang-outan. En dan sterven de orang-outans uit.